onder vuur. No Surrender vormt daarop geen uitzondering. Kopstuk en het gezicht is de 53-jarige Henk Kuipers. Wij vroegen en kregen toestemming hem een half jaar te volgen. Zowel privé, maar ook als bikkelharde leider van de volgens justitie meest criminele motorclub van ons land. Wat moet ik eigenlijk zeggen als jij straks wordt vastgezet? Oh, ja, ik doe er ook lacherig over, want het lijkt zo langzamerhand wel een beetje een komedie aan het worden. En zij mogen het heel serieus nemen. En dat zullen ze ook doen. En ik hoorde vanmorgen dat ik op een lijst stond van grootschalig onderzoek. Dacht je dat ik het niet wist, denk ik dan bij mezelf. Ja, natuurlijk weet ik dat. Maar ik heb me niet anders gedragen het laatste jaar, terwijl ik wist dat het een grootschalig onderzoek was. Wat zou je tegen de kijker willen zeggen dan? Ja, ik zeg tegen de kijkers, het is 100% onterecht. En dat zal de waarheid, na wat voor tijd ze me ook vasthouden, zal dat blijken. Ik ben er niet ongerust over. We zijn in Zeeuws-Vlaanderen, in het dorpje Klingen om precies te zijn. Ingeklemd tussen de gemeente Hulst en de Belgische grens. Vandaag staat de binnenlandse promo op het programma en die wordt gehouden in een van de weinige clubhuizen die No Surrender nog telt in Nederland. Met de burgemeester zijn vooraf strikte afspraken gemaakt. Zo mogen op straat geen herkenbare motorhesjes van de club worden gedragen en is ingestemd met nog wat andere eisen. Want No Surrender is er veel aan gelegen om de vergunning te behouden. Het is lekker druk, hè? Lekker druk, 350 man sterk. Wat gaat er gebeuren? Vandaag is weer een leuke promo in het vooruitzicht. We worden bij jongens geslaan als prospect. En er gaan weer full members bij komen vandaag. No Surrender is een motorclub, maar ik zie geen enkele motor. Ja, dat was eigenlijk een van de toelatingseisen, zeg maar, om een vergunning te krijgen hier. Ik heb de Rico die belde van, ja, er komt geen, ja, er mag geen motors. Want ik denk met weggaan, denk ik, s'nachts vullen waai. Dus ja, daar hebben we maar toegestemd dat we toch de vergunning hebben. Ja. Want dit is een van de weinige clubhuizen van Oost-Rende nog in Nederland. Het is een van de enigste waar we dit nog kunnen doen, ja. Zou ik zo zeggen. Dus dat wil ik ook zo, en Henk, ook zo houden. Ja, het mogen duidelijk zijn, de club die het doorgaans niet zo heeft op de regels van de burgermaatschappij, is er plotseling veel aangelegen de afspraken met de burgemeester na te komen. Geen motoren dus. Maar diezelfde burgemeester heeft met geen woord gerept over een partybus voorzien van een indrukwekkende geluidsinstallatie. Dus ja. Hey jongens, vandaag de promo's. We wensen namens alle nationals die hier staan, wensen we jullie, die jongens die prospect geslagen worden, alle succes natuurlijk. Alle mensen die full member gaan doen, alle succes. Dus maak er vandaag een mooie dag van jongens. Jasje uit, jasje onder de arm. Gaan we naar het veld toe en daar vinden de promo's plaats. No Surrender forever! Jack be nimble, Jack be quick, Jack up the on the candlestick. Stick pimpin' on the one trick pony. Yeah, she kinda skinny, but she gets my money. Is er nog een geheim om hier het beste doorheen te lopen? Oh, dit is wel een zwaar peloton waar die staat hoor. Als je vergelijkt met de beelden uit Spanje, dat is toch een andere categorie dit. Dan ben ik serieus. Hier staan de sergeants en de security die slaan hier. Dus er zijn wel echt jongens die vers zijn, zeg maar. Die er zin in hebben. Nee, ik word wel echt gemapt, ja. Ja, de eerste! Kom op, jongen. Kom op! Kom op, jongen. Pierre, tot Vlaanderen! Kom op, Pierre! Gewoon lopen, Pierre! Lopen, Pierre! Goed zo, Pierre! Goed zo, Pierre! Goed zo, Pierre! Ik heb zelden zo'n trotse vader gezien. Ik kan het maar wel zeggen, joh. Zo van vader tot zoon. Als je er zo van eerst keer goed doorloopt, dan ben je trotse vader. Hoe ging het? Best goed. Ik heb het voor mijn vader gedaan. Voor je vader of ook voor jezelf? Voor mezelf, maar meer voor mijn vader. Hoort dat nou vannacht nog op je buik of rug slapen? Wel nee man, kom niet janken, een biertje erop en dat is over. Hij gaat ook uit, ja! 1, 2, 3. Kom op, Rocky Balboa, ging het niet, hè?
Rocky, kom eens. Je handen weg. Hop, hop. Rechtop blijven staan, ja? Kom op, man. Hop. Het prospectslaan zit erop. Tijd voor de full member proof. Zeg maar de laatste test die je moet doorstaan alvorens je je volwaardig lid van No Surrender mag noemen. In Spanje moest er nog gevochten worden tegen een professionele kickbokser. Dit keer volstaat een ritje op een rodeostier. No Surrender! Kom op, in één keer, hè. Yo! Kom op, hè. Hoppa, best! Kom op, hoor. Ja, goed zitten, dan gaan we gas geven. Goed zitten. Nou, op zat! Lekker fit, man! Pas op! Henk, tevreden? Ja, super tevreden. Ja? Tuurlijk. Ik vond het een beetje laf. Wat was laf? Een van de stoerste motorclubs van de wereld misschien wel. En dan gaan we op een luchtkasteel. Ja, dat lijkt wel een beetje lucht. Ja. Nee, maar elke chapter bepaalde voor zichzelf wat de promo wordt. In Spanje werd er geknokt met je zoon. En dat ging er toe hard op. En dat hebben we hem ook wel eens gedaan. We hebben wel eens in de ring gestaan. We hebben wel over een koord heen gelopen. We moesten ze overheen kruipen. Net zoals met de commando's. Er werd er geschoten met paintballwapen. Nou ja, dat had ik dacht, er wordt nog wel geschoten met een paintballwapen als je op die koe zit. Ja, dat had ook gekund, ja. Nou ja, de ontgroening zit erop, zullen we maar zeggen. Tijd voor de barbecue. Want de mannen hebben wel trek gekregen na een paar uur hangen op een veldje. Maar waar gewone leden achteraan moeten aansluiten, daar rennen de hangarounds de benen uit hun lijf om de top van No Surrender te serveren in de zogenaamde member room. Veel tijd om te eten is er echter niet, want vanuit Duitsland is zojuist Captain Garib gearriveerd. Hij zou het toetje op de avond moeten worden. Ook hij dient zich namelijk nog te laten slaan tot volwaardig lid. Alleen zou dit niet gebeuren met leren jasjes, maar met prikkeldraad. De burgemeester heeft echter lucht gekregen van dit bizarre voornemen en heeft de actie op het allerlaatste moment verboden. Je ziet hoe de Captain Garib er is. Alleen nu hebben we van de burgemeester en de politie al een berichtje gehad dat het hier niet kan plaatsvinden. En de reden is dat we anders, vergunning technisch, hier direct de boel kwijt zijn. Want als we dat hier doen, dan is het poging tot doodslag bij voorbaat. De enige die de ref van baalt is deze man. Die heeft zijn verband thuis alles op bij hem. En geloof me dat hij het ook echt doet. Dat interesseert hem geen flikken. Ik wil een applaus voor Captain Garib geven. Volgende week in Captain Henk reizen we af naar Denemarken en is er eentje terug bij af. Snijd de rommel eraf, nommer. Snijd de rommel eraf. Alles. Alles eraf. Opnieuw beginnen. Ik ben diep teleurgesteld in jou, weet je dat? I'm a motorcycle man.